Hallo allemaal. Hi. Welkom bij... Dit heeft geen naam. Nee. Maar we gaan... Audio en video commentaar. Ja. Leveren. Het ding is een beetje zo dat... heel vaak vragen mensen ons nog van alles over die serie. En wij vonden het vroeger altijd superleuk als je toen de dvd's er nog waren. Als je dan een film had gezien of een serie, dat dan de makers daar van alles over vertelden. Dus dachten we, laten wij dat dan ook gaan doen bij deze serie. En het leuke is dat wij allebei de serie nooit meer hebben gezien sinds het uit is gekomen. Klopt, ja. Dus het zou kunnen zijn dat wij heel erg gaan giechelen om onze eigen grapjes. Of ons heel erg gaan ergeren aan onszelf en alles. Dat zou kunnen. Dat gaan we meemaken op deze reis, dit avontuur, de komende 60 uur. Iets minder. Iets minder. Dus laten we gaan beginnen, Tom. Ja, start de band. Caro NCV, eigenlijk al meteen een goed verhaal. Die hebben een aantal boze brieven gehad, omdat die van oudsher een katholieke omroep zijn en wij daar niet echt iets mee hadden. Van de sterrenkast al, hè? Van de sterrenkast, ja. Dit is in... Welke school is dit? Is dit Amersfoort. Of is het... Nee. Is dit daar gaan? Is dit, ja, in Den Haag? Wij hebben helemaal aan het begin een proefaflevering opgenomen... om geld te krijgen van de omroep. En dat was in het Haganum in Den Haag. En die wilde niet geassocieerd... Dit is wel weer in Zeist. Dit is in Zeist. Maar het Haganum wilde niet met ons geassocieerd worden, toch? Dat is een keurig christelijk gymnasium. En die dachten na het zien van die pilot, dacht ze, nou, hoef je niet een hele serie hiervan. Hè? Deze jongens willen we niet geassocieerd worden. En toen mochten we niet in het Haganum filmen. En toen hebben we uiteindelijk in Zeist in school gefilmd. Namens Bams. Jammer dat het woord Bams niet nooit echt heel veel verder heeft geschopt dan omdat wij het voor mij. Nee, we hadden heel erg de hoop dat we daarmee taalvernieuwers zouden zijn. Dat als we Bams... Als er maar vaak genoeg damesbams en herenbams en dat soort dingen zouden bezigen, dat heel Nederland dat zou doen. Ja, maar gaan bamsen zonder ziel. Dat is niet gelukt. Geen levende man. Maar het idee van deze scène, dat begon met het meest nutteloze gesprek, dat heel serieus genomen werd. Alle vrouwen. Dat zou heel goed kunnen. Ook Marietje denkt af en toe, oh, zou wel eens een dikke kunnen worden. En dan gaat ze naar de wc en dan gaat ze de En onze grote angst dat vrouwen... Claire Bender haalt de bloemen uit de wc en stopt ze in haar vaas. Hier, zie je. Hi. Hey, Claire Bender. Ik heb misschien iets voor. Onze muze eigenlijk. Onze muze. Misschien wel de beste actrice in Groningen. Uit Nederland. Marietje. Heel schattig. Toch? Wat jij zo leuk vindt. Heel grappig. Absoluut. Heel erg goed. Ja. Marietje. Dan zouden we er eind augustus al in kunnen. Marietje. Ja? Saaiste verhaal ooit. Boeit me niet. Nee, Erik. Ik had het ook niet tegen jou. Oh ja, boterham uit folie. Dat vind ik wel een leuke detail. Deze, ja, dit is een jongen uit mijn klas, die deed het altijd. Thomas Pot, die deed het altijd. Die dikke lage boter, dan gooi ik tegen de muur. Grappig, dit was ik echt volkomen vergeten. Dit zijn ook nog de truien uit het eerste seizoen, weet je nog? Ja. Die hele warme, wollen trui. Ja, over Engeland en zo, ja. Fijn, Tim. Ja. Nou, tortelduifjes, ik ga even naar meneer Hulst. Okay. Meneer Hulst, ook wel leuk om te vertellen. Bij het schrijven van deze serie wilden wij per se dat Kees Hulst dit ging spelen. Dus toen hebben we meneer Hulst genoemd. Hij vond het zelf ook heel vet dat hij meneer Hulst deed. En later bleek het ook een goed overtuigingsmiddel om hem in deze volslagen onbekende door twee jonkies geschreven serie te laten spelen. Want hij vond het wel heel cool dat hij personage hem vernoemd was. Luister Tim, ik ga je helpen. We gaan die toets makkelijk halen. Van je nu nog gaan leren? Tim, heeft daar ooit iemand iets bereikt met leren? Wijze woorden. Hele wijze woorden. 10, natuurkunde, 10, Frans 9, Grieks 9. Introductie van Kees Hulst. Economie 9. Van wie was die kut ook alweer? Ja, weet je niet. Dat was van een vriend van de regisseur, zei het, toch? Ja. Oké. Okay. Ik wil ook. Wat was het idee van het personage Hulst? Ja, we wilden eigenlijk een oude gast met heel erg veel swag. Gewoon een keiharde OG. En dat is Kees Hulst. Kees Hulst heeft Still Dre als ringtone. Dus die... Vet. Maar... Ook als de telefoon gaat, hoor je zo... Ding, 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 ding. Het ding was toch ook dat we het leuk vonden aan Kees Hulst... dat hij qua uitstraling totaal geen OG is. Absoluut. Het was zeg maar best wel logisch geweest om een hele soort... lang, gespierde, sophisticated man te nemen. Maar we wilden ook een beetje een gast die warrig was. Ja. En dan juist heel erg gangster teksten verdiend had. Deze meneer is helemaal niet zo vrolijk. Deze dame zat in de... Volgens mij in de happy end-achtige sector. Waardoor zij het geen enkel probleem vond om... Deze scène te spelen. Deze Me Too avant la lettre... Conrector.
scène te spelen. Dat blijf je doen, ik heb er meer dan genoeg van. Nou, zeg meneer Koekenpietje. Zelf vonden wij het een erg geestig grapje dat ze Chinees wilden. En dat hij een bak Chinees kon brengen. Soms kan dat zo makkelijk zijn. Kom op, heb je meer dan genoeg van. Je gaat nu doen wat ik zeg, domme. Nou, dit deed jij ook. Dit is bedacht omdat jij het ooit... Ja, een meisje uit onze klas die Minnie en Mickey op de titel had. Dus daar ging ik zo naar mij spelen. Ja. Dus dat was de toneelschool en daar kon dat. Met de klasgenootjes, want iedereen was super open en vrij. Vinden ze schitterend, hè, die Chinezen. Ik weet het niet, man. Bij Ans? Oh ja, die gast die verrader. Die hebben we lang over gedaan, over deze scène. Met dat draaien met die camera. Ja, dit was heel erg ingewikkeld om te draaien. Bij Daan mag je altijd afkijken. Daan is een verrader. Zo, kijk een buikje. Hoi jongens. Fok jou, Daan. Daan. Hey, Mitchell. Daar is hem hebben. Mitchell Havelaar. Misschien wel de meest professionele acteur waar we ooit mee gewerkt hebben. Je kan niet zo intens voor een rol gaan als Mitchell is gegaan. Dat is fantastisch. Ik denk dat hij dagenlang gewoon in character was op de set. Dat hij gewoon, het was altijd ook een beetje raar als hij erbij was. Want hij deed gewoon kut de hele tijd. Maar Mitchell is echt de fijnste en liefste gast ever. Hele rustige, slimme jongen die echt briljant en oliedomme gast kon spelen. Ik kan het gewoon niet. Deze scène zie ik nog wel eens terug op Nine Gag. Oh ja, vet. Ja, dus heeft, dit is de enige die het een beetje... Dit was een beetje de eerste scène die viral ging. Ja. In de voorbereiding naar dit programma. Hier viel zij een gat in de hoofd, omdat wij het niet goed hadden vastgemaakt, die mat. En toen is Roslin... Dit hebben we 2 dagen moeten filmen, omdat zij tegen een bok aankwam. Ja, dat klopt. Dat was heel stom. Zo wij dachten ook, waarom hebben we daar een stuntman voor nodig? Ja. En toen bleek dat het best wel logisch was. Dit was volgens mij in 1 take gelukt. Nee, 2 keer. 2 takes? De eerste keer bleef die pop daaronder zitten. En de 2e take viel dus zo perfect dat we dachten, ja, dit is... Het is natuurlijk een pop papi, je moet nu naar school bellen. Die daar tegen het ding komt. Caro Derks, die Frederik speelt, die ook een waanzinnige... Ja, die griezen van de meneer Heidrich. Kakker speelt, die weer een nieuwe iPhone uit de tas haalt. Want jullie weten toch hoe gek ik op Cookie ben? En hij moet gewoon met zijn vieze Duitse... Introductie van Cookie, Tom. Ja. Ik bedoel, heb jij die naam bedacht, Cookie? Volgens mij wel. Nou, dat is volgens mij van een meisje uit onze klas op de toneelschool... die dat altijd als naam had voor een schattig iets of zo. Cookie. Oh ja. Zoiets deed hij dan. Is dit hem al? Het is hem al. Jezus. Dat is in de eerste aflevering. Ja. Ook pareltjes in de eerste aflevering. Pareltjes. Ja, over deze scène is natuurlijk een hoop gezegd geschreven. Dit is waar wij nu voor eeuwig mee geassocieerd gaan worden. En Pierre ook een beetje. Deze scène is letterlijk zo snel geschreven als dat hij duurt. Toch? Ja. Dit was echt, we zaten bij mij op de slaapkamer. Jij zat achter mijn keyboard op panfluit stand. Te improviseren? Ja. Tom heeft mij heel vaak in slaap gepanfluit. Ik had een heel... Een vet keyboard op mijn kamer. Dan ging ik op bed liggen, dan ging ik dom op de panplein staan. Gewoon weer toontjes spelen. En dan viel ik vaak in slaap. En 1 keer zat ik met mijn laptop op schoot, zat er gewoon... Oké, heeft iemand een voldoende, dan is iedereen blij. Maar dan heeft hij toch een onvoldoende, maar dan toch niet. En dan toch wel. En dan gaat hij dansen. Het is heel grappig dat wij ook hadden hem zo geschreven als... Jullie hebben allemaal een voldoende. Yes. Nee, toch niet. En dat hij er dit van heeft gemaakt. Ja, we hadden volgens mij veel meer een soort... Dat is later ook wel gegroeid, maar we hadden veel meer een soort... Ja, net die gewoon zo gezellige... Een beetje kleine gay-achtige... Een beetje pestkop was. En toen kwam Pierre op de set en die ging daar... Die maakte daar zo'n nare man van. Dat er toen later... Mooi detail, het flesje met tranen. Ik weet niet of mensen het hebben gezien. Ja, Pierre's droomrol is ook gewoon Hitler eigenlijk. Dus, dus dit kwam er een beetje bij in de buurt. Ja. Ik denk dat hij het misschien daarom ook wel gedaan heeft. Zeker. Dat hij toch in de doos gaat stompen. Ik ben serieus het plot kwijt. Ik heb geen idee wat we nu... Waarom kijken we nu naar haar? We hebben nu een plannetje bekokstoofd. We gaan misschien Cookie voor haar terugregelen of zo. Dat is dan iets... Nee, ik weet het eigenlijk niet. Wat moet zij voor ons doen? Waar? Net lag het nog daar. Ja. Wat is het plan van deze aflevering? Wat moeten wij doen? Gaan je helpen met de toets of zo? Ik ging jou helpen toetsen. Oh, afkijken. We willen afkijken bij haar, maar zij wil eten hebben. Nadine van Kampen.
Ja. Ook een vrij briljante rol neergezet, al zeg ik het zelf. Dit zijn borrelnootjes die ze straks gaat eten. Het zijn hydrokorrels, maar het zijn borrelnootjes. Ja. Ik haat jullie! Weet je wat fijn is aan dit, omdat de mensen die dit met ons meekijken... Wat nu? Waarschijnlijk toch al fan zijn van de serie. Het is niet heel stom vinden dat wij af en toe om giechelen. Nee, dat is waar. Dan wordt het heel gênant. Mijn ouders maken me dood. Maar dat tranen is geen subtiel detail, zie ik nu. Want we hebben pontificaal op tafel geflikkerd. Jezus, zit dat hier ook allemaal al? Oh, ja. Wacht maar, kom eens even. Yes. Dank u wel. Bedankt. Dit is ook een heel gedoe met film, omdat er natuurlijk geen hokje onder die... Ja, dat is een apart shot geweest. Jij toetsprint zo, hè? Ja, ik kom eraan. Oh, die arme meid. Oh, mijn toetsbams. Oeh, ik moet even. Toetsbams heeft het ook niet gedaan, hè, in de Nederlandse taal. Tim? Nee. Huh? Nee, Bams heeft het echt niet gered. Wil je me slepen? Erik, vangen. Oh ja, dit heeft Mitchell allemaal zelf bedacht, ja, hè? Dit. Dat papier gooien, dat spugen op de grond. Mitchell verzonnen eindeloos, Armani is verzonnen eindeloos veel vette dingen. Voor een, Je kent mijn tarief. En als ik nou Cookie voor je regel? Cookie? Ik links, Erik rechts. Eerst Cookie. Deal. Marietje, ik sprak mijn toets net of ik even een 8 voor me wil halen. Ik ben dan zo trots als je een voldoende haalt. Ja, ik zit echt lekker in die toetsfocus. Zie je nou hoe leuk een toets is als je goed geleerd hebt? Nee. Het is echt, geef zo'n kikker een Roslin. Pak die hele bak maar. Ja, het is dat er al mensen naast je zitten, maar anders mag je bij mij afkijken. Wat we hier dus doen is hoog inzetten, zodat je harder kan vallen. Zo is dat. Dat is gewoon natuurlijk wat je moet doen. Kijk. Claire is zo'n sexy nerd. Ja, wij vonden het ook heel geinig als het een soort running gag werd, dat zij echt verschrikkelijk aftrok, maar het wel heel graag deed. Dat je dacht, die arme jongen. Eerst Cookie, dan afkijken. Spannend. Ik ben benieuwd of het gaat lukken. Ik denk het niet. Toiletpapier was op. En zo komen alle lijntjes van de aflevering samen. Ach. Sorry. Hadden we best wel wat verschillende kleurtjes pindakaas in mogen doen, zie ik. Ja. Maar het was heel erg veel gedoe om iets in een konijn te doen. Was dat echt konijn trouwens? Aan het begin? Het was alleen een nep konijn op het moment dat jij hem naar mij gooit. Dus we hebben een echt konijn onder de pindakaas. Zeker. Nee.